Is de eenjarig. Sarah en ik zijn er helemaal klaar voor. Ja! Is de eenjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. Dat vinden wij alles zo prettig, ja, ja. Oh. En daarom dat gaat zo niet. Jij bent gewoon nu echt 7 jaar. Ja, daar heb je zo lang op gewacht. Ja, ik was heel de tijd aan het aftellen wanneer ik jarig was. Ja, ben je blij nu? Ja. Eindelijk. Ja. Eindelijk. Ja. Ah, moppie. En weet je wat wij voor jou hebben? Cadeautjes. Nee joh. Oh, ze ligt daar. Maar die zijn van mij. Nee. Ik ben al 7 jaar jouw mama. Nee. Heb ik toch ook cadeautjes verdiend? Nee, want het zijn kindercadeautjes. Nee hoor, ze zijn gewoon met vlinders. Maar dan moet papa ook een cadeautje, want hij is al 7 jaar mijn vader. Ja. Nieuwe Colbert. Dat wilde jij graag, ja, hè? Ja, met deze leuke randjes ook. Oh, doe hem aan, doe hem aan, doe hem aan. Doe hem aan. Deel even wat rustiger, want ik ben nog net wakker. Oh. Hoe werkt het ding? Ik hoop, ja, dat is nieuw, hè? Je wilde zo graag een nieuw Colbert, hè? Ja. Die andere komt wordt helemaal te klein. Uit Duitsland. Nee, hij komt niet helemaal uit Duitsland. Hij komt uit Engeland. Oeh, hij is echt cool. Wauw. Maar hij is alleen nog een beetje te lang. Ja, maar voor, je gaat... Voor het najaar. Ja, je gaat... Pratenwijs. Ja, van het voorjaar draag je hem meer. Dus dat is wel handig, hè? Ja. En je zei het van de week nog, dat je dat zo graag wilde, hè? Ja. Ja. Cadeautje. Oh, die nieuwe van mijn Nintendo. Mag ik ze vast openmaken? Ja, dat is deze, hè? Kijk. Ja. En de kleurtjes natuurlijk. Nee, die zit, dit is echt dit, schat. Ja. Dit heb je gekregen. Doen we zo. We gaan zo naar de kijken. Oké. Wat zou erin zitten? Nog een paar. Nee, dat zijn de dingen. Nou heb je het bij elkaar. Ja, je moet de houder waar ze in moeten. Ja. Nou kan je echt samen spelen met iemand in plaats van alleen om en om. Dat doen we zo wel, mop. Want we hebben nog een laatste cadeautje. Ik weet denk ik al wat het is, maar ik weet het nog niet zeker. Mm. Dat geven jullie samen. Oh, geven we dit samen? Ja, dit geven we wel samen. Alsjeblieft. Het zijn cadeautjes die je van ons krijgt. Ik heb het al aan de onderkant gezien. Ja. Zal ik je even voorzichtig helpen? De onderkant moet open, schat. Kom maar, ik kan druk helpen. Recht houden, schat. Echt recht houden. Je had nu geluk, maar als het eruit valt... Heel voorzichtig, veel rustiger nu. Het beertje met de 7. Ja, hoe vind je? Oh. Kijk uit, hè. Als het valt, is dit kapot. Hij is cool, hè? Dan maar zo. Wauw, die is weer cool, hè? Ben je er blij mee? Ja. Zachtjes, hè? Het is heel breekbaar, dit. Ja, ik doe het ook voorzichtig. Zo, Beertje, ga maar lekker slapen. Ben je er blij mee allemaal, mom? Ja. Ja. Ja, dat is gewoon het boekje daarover. Wow. Dat waren veel in elkaar. Ja, hè? Ja. Ben je blij? Ja. Ja? Oh.
ook een knuffel aan de camera. Ja. We gaan Sarah wegen. Ga er maar op staan. Gaan we kijken, wat ben je? 21. 21 kilo. En ik weet nog niet heel veel. Oké, nu gaan we meten. Zijn je voeten goed tegen de muur? Sta je rechtop zonder uit te strekken? Ja. Ja, oké. Okay. Nog een keertje. Papa verschoof. Ja, ga staan. Ga maar. Goed, recht je hoofd tegen, gewoon zo. Gewoon normaal. Niet je kin omhoog, gewoon normaal. Gewoon je hoofd naar normaal doen. Doe eens ontspannen je hoofd. Ontspannen. Rustig. Ja, goed zo. Dus je wil zo graag lang zijn. Ja. Ja, hij is ook recht. Zou ik hem vasthouden dat jij hem maar meet? Want ja. Ik heb deze ook beet. Nee. Je kan het niet allebei tegelijk. Oh, ja. Laat mij maar meten. Oh, ga jij meten? Dat is leuk. Gaan we helemaal naar beneden? Ja. Ja, ja, ja. En dan moet je het bochtje omvouwen natuurlijk. En waar is die dan op? 22. 1,22. Zo, dan ben je een centimeter langer dan dat we dachten. 1,22 en 21 kilo. Het zou wel cool zijn als ik op 22 weeg. Ja, dan moet je even je ontbijtje gaan eten. Zo hoort niet wat je zegt. Zo hoort het ook niet wat je zegt eigenlijk. Oeh, zullen we gaan eten? Piata? Nee, dat is gewoon versiering. Oh, hoi. Het is gewoon versiering. Ja. Hier. Je hoort daar niet aan, hoor, schat. Heb je de rest al gezien, schat? Ja. Heb je al op de klok gekeken, bijvoorbeeld? Ja. Nou, ga eens kijken. Die vlinders op. Ga eens kijken. Van dichtbij. De vlinders staan erop. Hoe vind je dat? Mooi. Dat is leuk, hè? Ja. Helemaal vol. En we hebben hier een mooie vlinderslinger. En daar? Ja. En daar staat de brasser al jaren. Ja. Ben je er blij mee? En je zeven daar? Die een beetje naar voren is gevallen. Ja. De zeven. Ja, en die? Ja, als die eraf valt, dan hangt hij niet meer, hè? Als je hem eraf trekt. Ik raak hem ja, aan. Ik zag het. Ik kwam nog een keer te beeld. Ja, nu raakte ik hem echt aan. En ik heb voor jou een hele tas met post. Oh. 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 Dat is leuk. Wat een verwennerij. Waar moet ik nou? Weet je wat? Ik kan hem scheuren zo aan de zijkant. Weet je wat? Ik ga hem zelf scheuren. Scheur maar lekker. Het doet een beetje pijn. Ja, maar ik heb ook pijn aan mijn duim. Laat papa dan even helpen. Papa heeft hele grote handen. Die kunnen dat wel openmaken. Dagboek van met 4. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. En deze had ik al. Ja, dat is een kinderboekenweek geschenk. Ja. Dus die krijg je dan altijd overal erbij. Deze is echt leuk. Ja. Deze had ik gezien ergens en ik dacht echt, die wordt echt heel leuk. Ja, je bent helemaal fan van Dagboek van de Mut. Kijk, die had ik al voor je open gesneden, want ik denk, dan krijg je hem snel makkelijk open. Van de Bol.com. Gaan we even kijken. Oh, van de Bol.com Lego. Dat is leuk. Rustig, maar waar gebruik je dat dan? Ik weet het niet. Rustig, zeg. Oh, kijk, daar staat een bosbankje. Je gaat het gewoon eruit halen. Hier. Nou, kijk. Hier is de opening. Zo. Ja, maar ik haal het plakbandje eraf. Oh, dat moet er echt af. Kijk maar. Oh. Kijk maar wat erin zit. Lego. Oeh, leuk. Die wilde je, hè? Mia. Daar kon je hele pretpark mee maken ook, hè? Ja, deze is echt leuk. Want kijk,
Dan kan je zo de bal in het netje gooien en dan gaat hij eruit. Leuk, en ook zo met het water. Zo erop en dan krijg je... Oh, zo leuk. Wat zit er nog meer in je tas? Nog heel veel. Dat is leuk. Deze voelt echt rubberig. Ja, dat is het ook. Ik ga eerst zo... Er zit nog meer in, hè? Nou, kijken wat zit er dan nog meer in. Kijk. Dat is leuk. Mogen deze er weer terug in? Bedelhoornbad. En zat er nog meer in? Ja. Wat zit er dan nog in? Een kaart. Gaan we kijken. Sarah en ik zijn er helemaal klaar voor. Ja! Oh, laat maar zien. Je top van de Zara. En deze jurken. Je rok van de Coolcat moet je wel omlaag houden, mop. En je mooie schoenen. Ja, en ik heb deze top aan. Die is van Karen Millen. Een rokje van de Mango en mijn vaagbondlaarsjes. Is er een jarig hoera? Hoera! Dat kun je wel zien, dat is daar. Dat vinden wij alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Einde te raken, de punt. Iets verder ervan af. Iets verder ervan af. Mogen Zeno en Mila ook al bij eentje zien? Ja, nu mag Zeno. Zeno mag. Kijk, Zeno, hier komen. Dit is een echte knuppel. Goed touw, hè, dat ding. Mila, kom hier eens. Nou, nog een keer. Zeno nog een keer. Nu mag Mila. Ik snap niet touwen. Mag ik zo een keer? Nee. Nou, ik zou wel denken, dat wel. Nou, gaat niet kapot. Zeg kapot slaan nu. Ja. Ik ben heel... Dat belangrijke taak, hè? Ja. Als ik iets korter pak, kan je een beetje richten. De knuppel. Hallo. Nee, nee, zijkant. Nog even opbouwen, Marco. Kijk eens, ik geef hem even hier een genadeslag, ja? Dan kun je hem daarna verder kapot slaan. Moet je wel. Nou. Maar ik vind het is, hij is al gescheurd, zie ik. Nee, doe maar! Ze moet wel. Kom maar gewoon leeg. Zit er wel wat in hier, kijk eens. Ben jij heel blij?
was al met al toch wel een enigszins geslaagde dag. Er is nog wel een beetje visite over de dag gekomen, maar gewoon zo anders dan normaal. Dan hebben we echt gewoon 70, 80 man staan. En nu zijn er over heel de dag 24 man gekomen. Dus ja, dat is echt een enorm verschil. En heel veel mensen waren ook niet tegelijk. En Sarah zei het ook. Ze zegt, ik ben heel blij voor de mensen die gekomen zijn. Maar ik voelde me niet jarig zoals andere jaren. Want juist dat er allemaal mensen zijn en dat jij dan jarig bent, dat geeft je dat hele speciale gevoel. Ze zeggen, dat miste ik echt. En ja, dat klopt ook wel echt bij Sarah. Sarah houdt echt van al die mensen om me heen en vindt ze gezellig. Dus ja, dat vond ik wel heel sneu. Maar gelukkig was ze wel ook wel blij met alles wat ze wel had. En ik vind ook dat ze gewoon eerlijk mag zijn over het gevoel. En toen heb ik met Kitty film gekeken toen iedereen weg was. We hebben A Simple Favor gekeken. En echt een hele aparte film. We hadden echt allebei hetzelfde van, we weten eigenlijk niet wat we ervan moeten denken. Maar het intrigeerde wel. Dus we hadden wel allebei zoiets van, we willen weten hoe het verder gaat. En we zouden hem voor de helft kijken, want hij duurt 2 uur. En dan volgende keer de andere helft kijken. Maar omdat het toch intrigeerde, hebben we hem helemaal afgekeken. En het is echt, we hebben zoveel versiering opgeruimd. Maar ik moet nog zoveel opruimen. Had ik het ook eens moeten een plek krijgen. En dat is altijd nog wel een flinke puzzel. Ja, de rest gaat voor morgen zijn. Ik ga nu nog gewoon even zelf even in de chill mode op de bank. Ik heb thee. Ik denk dat ik nog een cupcake eet. Die waren trouwens echt leuk. Die heb ik helemaal niet laten zien. Maar ik heb er nog 3. Ja, deze 2 lijken heel erg op elkaar. Het waren allemaal verschillende vlinderthema's. Echt superleuk. Die bakt mijn moeder elk jaar met Sarah's verjaardag altijd cupcakes in het thema dat zij kiest. En dit jaar was het thema natuurlijk vlinder. Dus, maar het waren er echt veel. In ieder geval niet zoveel, ook als normaal wel minder. Er zijn ook echt maar 3 over, dus ze zijn wel echt heel goed gegeten. En het was lastig, want ik wist dit jaar echt totaal niet hoeveel visite er zou komen. Maar ja, weet je, je wil ook niet te weinig hebben. Dus ik heb zoveel eten en snoep en alles over en chippies en alles. Maar dat ga ik natuurlijk de aankomende week dan ook eten. Want als het licht heb ik het trek en dan ga ik het eten. Dus ik ga me echt moeten inhouden. Want anders is het gewoon plus 10 kilo in een week tijd. Dat moet ik niet doen. Oh. Dus even grapen. Ik ga namelijk ook mijn bedje in. Lekker naast mijn kleine meisje slapen, want die mocht vannacht in ons bed. En dat vind ik altijd mega gezellig. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!